ik wilde vragen van wat je daarmee doet als je nu even niet oplet. Dan, alsof er iets is van, nou, wanneer je zo bovenop zit, dan is er weinig ruimte dan, zo zeggen. Ja. Dus als de helderheid totaal is, dan werkt dat permanent. Dan werkt het permanent. En je kunt merken, als we kunnen observeren, wanneer je als het ware in slaap begint te vallen. Of weer even naar de context van dat liggen of niet liggen, wanneer je een verhaaltje zit te maken. Ik noem dat sales pitch. Dus zeg ik iets wat ik echt weet, of wat ik echt voel, of wat ik echt vind, of zeg ik iets vanuit die, waar we het over hadden, politieke motieven. Nou, er is vrij veel, zeker aanvankelijk, aandacht voor nodig, focus, bereidheid, om die neigingen in beeld te krijgen. En ze dusdanig in beeld te krijgen dat ze als het ware afsterven. Dus zeker aanvankelijk zul je gaan merken dat je soms een tijd lang oplettend of waakzaam of helder kunt zijn. En dan neemt het weer af. En dat is geen verwijt, maar dat is ook iets wat we moeten leren observeren. Zodat we het onderscheid kunnen maken, wat ik wel weet, wat ik een keer opschrijf, van in welke state of mind zitten we. Als ik genoeg onderscheidingsvermogen heb, weet ik wanneer ik in de ego-modus functioneer. En als ik een paar dingen begrepen heb, weet ik dat dat de slechtste modus is om beslissingen te nemen of een ander iets te zeggen of zelfs een taak uit te voeren. Want dat gaat naar alle waarschijnlijkheden niet best. Terwijl ik ook kan leren herkennen, omdat ik uiteindelijk de helderheid zelf ben, wanneer de helderheid, de clear mind, aan het stuur zit, dan zijn er geen overdreven verwachtingen of projecties of sales pitches of dingen die vermeden moeten worden. Dan is er gewoon een adequaat functioneren naar gelang de constellatie, zeg maar, die er is, de situatie. Maar in het begin zullen we merken dat we heen en weer bewegen. En dat we misschien 2-3 keer op een dag niet buigen voor angst. En dan na een tijdje misschien 5 keer. En dan weer een eind verderop buigen we misschien nog maar af en toe. Ik merk wel eens hoeveel energie het kost. Die al die bewegingen. Yes. Ja. Zeker afhankelijk, want we hebben onszelf ons leven lang getraind om al die politieke paadjes te bewandelen. En geleerd om voor angst opzij te gaan. En nou ja, allerlei dingen hebben we geleerd. Dus die hebben we duizenden keren gedaan. Dat zijn letterlijk, zeggen psychologen tegen me, pathways in your brain. Wat dus ook betekent dat op het moment dat je gaat observeren en genoeg helderheid hebt om af en toe niet met zo'n ding mee te gaan, gaan er ook pathways ontstaan. Letterlijk. Door bewustwording en door awareness veranderen je hersenen, letterlijk, fysiek. En dat doet er niet toe hoe oud of hoe jong je bent, they change. Ja, dan wordt het voor die hersenen steeds minder aantrekkelijk, plotseling of schoksgewijs of gaandeweg, om van die, laten we zeggen, politieke of onechte paadjes te bewandelen, die pakt liever een ander pad wat veel authentieker is en echter en meer in tune met de feitelijke situatie. Dus ook, dat is een bijkomend voordeel, veel minder op basis van verleden, maar veel meer op what is actually here. En dan nog kan het voorkomen, zoals ik dat dan blijkbaar uitdruk, als je even niet oplet, dan gaat het systeem een tijd lang terug naar een soort default setting. Van, oh ja, nee, ja, vermijden, sturen, forceren, gelijk willen hebben. Huh? Oh ja. Terug, stop. And look again. Dus dit past ook in wat ik voor de pauze al een paar keer zei, in dat perfectieverhaal.
We zijn organismes als wezen en die zijn per definitie beperkt. Dus als je ooit hoopte helemaal supercool, geweldig en onfeilbaar te worden, en... sorry. Dat word je op het moment dat je die vorm weggooit. Nog meer? Ja, kijk, al de stemmetjes hè, die daar dan half bewust overheen komen. Wederom, daarom ben ik zo'n fan van dat observeren. Dan kun je dus zien wat dat doet, energetisch. Wat de mind ermee probeert uit te halen. En als je gewoon kan blijven kijken, is er niet zoveel aan de hand. Maar als we meegaan en er iets van gaan vinden, dan komen we weer in een soort verkramping terecht. Ja, dat is dan weer een fietsen, hè? Ja. Yes. Even. Valt er niet af, maar. Oké. Ah, ja, tuurlijk. En het leuke is, van als die nieuwe verbindingen zijn gemaakt, dan ga je dat dus steeds minder spannend vinden. Dan wordt er gewoon gezegd wat er gezegd moet worden, klaar. En natuurlijk kan het zijn dat wat gezegd wordt in de omgeving reacties teweeg brengt, en dat is oké. Want er staat nergens dat een ander het met mij eens moet zijn, of dat hij iedere uiting van mij op prijs moet stellen of iets dergelijks. In het begin zijn we daar bevreesd voor, want een van de basisangsten waarom wij ons vaak niet uitdrukken, is de angst voor de repercussies van anderen. We willen niet afgewezen, afgekeurd, bekritiseerd enzovoort worden. Nou ja, dat zal gebeuren. Ook overigens als je niet je mond open doet. Als je wel eens opgevallen denkt, hè? Er is altijd iemand die zeikt. Of die iets van je vindt, of die vindt dat je het niet goed doet, zelfs al was je er helemaal niet bij. Grappig genoeg, nog een dingetje wat in me opkomt over dat spannend vinden. Van als we iets zeggen soms, kan dat spannend voelen. Maar als je goed oplet, als je het niet zegt, voel je die spanning ook. Dus dat is geen argument. Ik heb het al een keer aangehaald. Mijn jongste dochter moest een keer iets zeggen tegen een inmiddels ex-vriendje. En ja, maar als ik het ga zeggen, dan ben ik bang. Ik zei, nee, je bent al bang. Dus dat is geen argument, kun je het net zo goed zeggen. Want je hebt het er nu met mij over, omdat je allemaal zo... Zal ik het wel zeggen, wat zal er dan gaan gebeuren? Ja, dat weten we niet. Maar ik weet wel wat er gebeurt als je het niet zegt. Dan ben je ook bang en zit je hier helemaal te denderen. En heb je het er over een uur, ja, niet met mij, maar wil je het er over een uur nog over hebben... Ik heb gewoon zoiets van, je weet dat je het moet zeggen. Go. Zeg maar. And see what happens. Nou, in dat geval ging het goed. Dus trap niet in dat argument. Van, ik vind het spannend. En verder, is het niet leuk als leven af en toe een beetje spannend is? Of word je gelijk al het bejaardenhuis in en aan de rollator races gaan meedoen? Nou, dat kan. Dat mag gerust. Doe dat dan. En doe dat niet net alsof je naar satsang komt voor waarheid en volwassenheid. Hè? Dus. Wil jij iets zeggen? Traumatiseren of hoe erg het is. Ik kan gewoon die eerste stap gaan zetten, weet je. Ja, gewoon kijken, daar begint het. Gewoon kijken, precies. Ja. En ik weet dat ik het doe en ik weet welk belang eronder zit. En ik zie het mezelf doen en ik loop erop leeg en die eerste stap gewoon zetten. Yes. En het dus nogmaals heel simpel houden. Beginnen gewoon alleen met kijken. Ja, absoluut. Niet, dus niet eens proberen het te veranderen. Kijken. Want als je het echt heel scherp ziet, dan vergaat gaandeweg je de lust om erin te trappen. Want het levert je echt niks op. En nog een dingetje over van dat erg vinden. Mm-hmm. We doen dit met z'n allen.
geen enkel van de individuutjes die hier zitten, heeft dit bedacht. Niemand denkt ooit als die zes is, ik word een leugenaar. Zo, we worden opgevoed in een leugenmachine, dus we gaan dat doen. En het levert het een en ander op. Een soort van samenhang, een soort van verbinding met andere leugenaars. Zodat we een beetje ons niet zo alleen voelen, want leegte en eenzaamheid is het ergste wat er is. Dan het liefst in een leugenachtige familie of vriendenkring of collega's. Weet je wel? Want waarheid, vrijheid betekent feitelijk dat je alleen staat. Dat is scary. Ja, dat ben ik ook de laatste tijd met dat onderzoek ook heel erg daarop gaande. Want ik aan alle kanten begin te zien welke houvast ik heb om dat te vermijden. Yes. En dat wordt hartstikke scherp, zeg maar. Good. En op dat werk lijkt nog voor mij zo groot om daar gewoon te zeggen wat voor mij goed is, of voor het organisme, of wat ik zie. Ik zie best wel regelmatig dingen van dingen. Dat neem ik aan. Ja. En volgens mij heel veel mensen overal. Ja. En wat ze dan vaak doen is in de pauze daar met elkaar overleggen, ja. Ouwe hoeren. Ja. Maar als het feitelijk daar plaatsvindt, dan... anders ben ik daar ook mijn baantje kwijt. Ja, ja, en dan vragen over dingen. Het geeft me niks. Helemaal niks. Nee, dus even heel confronterend. Oh, ja. Nou ja, of... We gaan observeren en we komen erachter, dat zou zomaar kunnen, want alles is mogelijk. Ik vind het gewoon lekker om te klagen en ik vind het gewoon lekker om achter mensen hun rug om dingen te zeggen en niet rechtstreeks. En ik vind het gewoon heerlijk om te liegen en om onecht te zijn. Dat zou ook kunnen. Onderzoek in principe is open. Dus misschien vind ik dat wel reuze lekker om zo'n beetje zo verkrampt en onecht en inauthentiek en fake rond te lopen, dat kan toch? Ik vind niks. Maar anderen, ik denk een hele hoop mensen wel. Ik denk dat er zat zijn die intelligent genoeg zijn om te zien dat ze fake zijn en denken, top, is huge. Ja. Ik hoorde jou net zeggen, want eenzaamheid is het ergste dat er is. Ja, en leegte. Wat is eenzaamheid? Dat weet ik niet, ik heb er geen last van. Maar ik hoor daar mensen over. Kijk, onderzoek het gewoon voor jezelf. Heel veel van de dingen heb ik kunnen constateren die wij doen, dus bijvoorbeeld dat hele politieke gedoe, niet zeggen wat je vindt enzovoort, is om te voorkomen dat je uitgestoten wordt. Dat je alleen bent. En dat is een van de grootste angsten bij mensen. Om er niet bij te horen. Om niet mee te tellen, om niet gezien en gewaardeerd te worden. En daar doen we alles voor om dat te voorkomen. Er is er nog eentje die nog dieper ligt. En dat is gewoon angst voor leegte of angst voor niet zijn. En daarom vertellen we onszelf en anderen om ons heen de hele tijd die personal history bla bla. Ik ben zus, ik ben daar geweest en Facebook en whatever allemaal. Om constant dat verhaal van het zelf aan de gang te houden. Want als je stopt met het aan de gang houden, dan flikkert het in elkaar. Because it doesn't exist. It's not you. Daarom worden mensen ook zo chagrijnig als je ze niet serieus neemt. Als je ze niet bevestigt in hun succesjes en drama's. En daar hoef je niet eens iets voor te zeggen. Maar dat is heel leuk, moet je maar eens proberen. Als je weer eens met vrienden of familie bij elkaar zit en niemand heeft wat. Gewoon niks zeggen, alleen maar kijken. En dan niet lelijk kijken, maar gewoon alleen maar kijken. Niks aan. Weet je wel, maar blijven kijken. Moet je zien wat er gebeurt. Oh. Ja, dat is leuk hoor. Sommigen die vallen dan vrij snel stil. Of beginnen dan geïrriteerd te doen, want je moet iets teruggeven. Want zij komen met hun emotional garbage bij jou aanzetten. En dan willen ze iets terug. Ze willen daar eigenlijk willen ze daar beloning voor. Dus het is echt een heel raar spel. Weet je wel, maar oh ja, ja, het is ook wat, of ja, dat heb ik ook gehad, of ja, ik weet nog wel toen, weet je wel. En dan hebben ze een goed gesprek gehad en dat is dan helpend. Nou, wat is het? Precies. Ja, dat is echt
Pardon? Sommige mensen worden echt boos als ze dat doen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en... ik vind dat dan weer leuk. Ja. Dan hebben ze tenminste een echte emotie op dat moment. Niet zo eentje die ze de hele tijd aan de gang moeten houden. Weet je wel, want dan is er iets gebeurd, hè, 6 dagen geleden. En dan hebben ze afgesproken met je. En dan, al die 6 dagen hebben ze dat op een of andere manier levend weten te houden. Daar begrijp ik ook al niks van. En dan komen ze aan en dan slepen ze zich over de drempel. En dan, alsof het net gebeurd is. Yo, dat was vorige week, man. Doe eens normaal. En dan hebben ze het al 16 keer verteld. En op Facebook gezet. En op Instagram. Nog meer. Beloon mijn drama. Beloon dat ik een mietje ben. En mensen zeggen wel eens tegen mij, ik weet niet of jullie ze kennen, van dat ze eigenlijk graag een betere wereld zouden willen. Ja, dan denk ik van ja, dat kan best. Beginnen. Nu. Bezig met een spiritueel vlak, maar ja, je bent heel erg veranderd, maar... Ja, dat vinden ze ook niet leuk. Het is fijn, maar voor je directe omgeving... nou, dan is het heel zo stil. En ik zei nog steeds niks. Ja, heel goed. Keep it up. En ken je helemaal niet meer. Mooi. Ja, zeker. Dat moet je ook altijd als een stimulans opvatten, dat soort teksten. Dat was wel spannend. Natuurlijk. Want je zei gewoon niet dat je... En dat is dus mooi, hè. Van die relaties, die zijn ons verkocht. Dat is weer sales pitch, van dat daar liefde is. Maar zodra je gewoon iets van eigenheid of echtheid laat zien, dan slaat het vrij snel om. En dan wordt er eigenlijk geprobeerd op je schuldgevoel in te praten om je terug in het hok te krijgen. Want jij moet gewoon leveren wat voor in mijn droomwereld belangrijk is. De enige werkelijke waarde die je hebt voor een ander is jouw functie in zijn of haar droomwereld. En zodra je gaat veranderen, dan vervul je die functie niet meer. Dan krijgen ze hun emotionele energie niet meer. Oh, dan zijn de rapen gaar. Dat heet liefde. Ja, yeah, right. Jesus. En dat heb je eigenlijk al veel eerder in de gaten. Ja, daar weet je eigenlijk al als je zo hoog bent. Maar nogmaals, dan zijn we afhankelijk. Ze hebben macht. Die hebben ze dan ook. Maar nu niet meer. Daarom maken ze ook zo'n spatjes. Ja. En het leuke is ook, vanuit een positieve noot, zou ik maar zeggen, dat die weerstand die we tegenkomen, op het moment dat we voor echt gaan, zeg maar, die hebben we nodig om sterk te worden. Er moet tegen je aangeduwd worden. Er moet geprobeerd worden je terug in het hok te krijgen. Dan kun je in jezelf gewoon testen. If you stand your ground. Blijf ik staan ondanks alles? Het mag wel even van spannend zijn en zo. Maar kan ik al blijven staan? Of ben ik toch nog te manipuleren, zeg maar? En dat is gewoon leerzaam om dat te weten. Dus zonder dat ze het doorhebben, helpen ze eigenlijk. In werkelijkheid is er dus geen tegenstand of tegenwerking. Ik heb dat allemaal nodig om sterk te worden. Want als iedereen het maar met mij eens is en iedereen die staat gelijk te applaudisseren, ja, dat is makkelijk. Maar juist die lastige situaties, dat is cool. Ja, tof. Thanks. Ik bedoel te zeggen dat waarheid kan infecteren als een soort olievlek. Mm-hmm. Dus als ik aan mijn omgeving zeg, of gewoon sad story vertelt, dan houdt dat het verhaal van dat niet in stand. Right. Net als... Nou, daarom zei ik ook van, je kunt dus een als dat begint, als authenticiteit begint toe te slaan, zal ik maar zeggen, dan kan het zijn dat er een aantal mensen gewoon het niet meer zo leuk vinden om bij je op de koffie te komen. Maar het kan ook zijn dat anderen inderdaad geïnfecteerd worden of weer anderen naar je toe komen. Want er zijn zat mensen die wel
authenticiteit op prijs stellen. En die inderdaad misschien kunnen voelen, bijvoorbeeld in de working place, van iemand begint iets te zeggen. En het gaat dus niet, het is dus nooit een oproep voor lompigheid, maar gewoon om te zeggen hoe het is. Weet je, en die begint iets te zeggen en dan kan het zijn dat anderen zoiets hebben. Ja, dat vind ik nou eigenlijk ook. Ik ben blij dat je daarover begon. Nou durf ik ook. Dus die kant zit er ook aan. Yes. Ja, ik denk dat die kant ook aan die weerstand zit, en mensen die weerstand bieden, maar dat is het eerste verdedigingsmechanisme. Yes. Ik heb dit in stand te houden, dit verhaal, en yes. Die bevestigt je mij niet. Yes. Terwijl ze... Ja, en dus kan het even duren voordat er, daarom zei ik net van, ik ben benieuwd of er nog een paar gaan draaien. Sommigen die houden het gewoon vol, hè. Maar er zijn er ook die gaan de weg gewoon upgraden, zeg maar. Dat is leuk. Want het is ontzettend leuk, naar mijn idee, om gewoon met mensen te zijn die gewoon echt zijn. En over het algemeen, mensen die echt zijn, die kunnen ook wel wat hebben. Die hebben die ego-teintjes zeg maar niet overal liggen. Ja, dat is reuze prettig, want dan kun je gewoon lopen. Niet de hele tijd van... Ik heb daar zo geen zin in. Ik heb er ook de coördinatie niet voor eigenlijk. Altijd overal opstaan. Brengt me op nog een ander puntje. Dat het ook handig kan zijn, als we dan toch over echtheid hebben en dat soort zaken. En je vindt echt en waar belangrijk. Om eens gewoon, als je wat geobserveerd hebt in jezelf, ook eens om je heen te kijken. Zo van die vrienden van je en zo, die lui waar je mee omgaat. Het is niet zo heel handig als je volwassenheid je doel is, zal ik maar zeggen, om... je al te veel bezig te blijven houden met super onvolwassen lui. Of super chaotische lui. Of super negatieve lui. En dat kan heel hard klinken, maar je helpt hen niet. Want die willen het toch niet horen. En als ze het wel willen horen, dan zullen zij een stap moeten doen om mee te gaan. Maar als je ze maar, als je maar blijft pappen en nat houden, ze komen geen rijt verder. Misschien moeten ze een keer horen van, ik ben jouw gezeik gewoon meer dan zat. Weet je wel, you're gonna grow up now or go die somewhere, bij wijze van spreken. Dat hoeft niet letterlijk zo, maar... Want net zoals in jezelf, weet je wel, er is geen één vaststaand zelf. Je hebt allemaal een soort verzameling van subbewegingen. Dus ik heb het ego wel eens een dorp genoemd. Er zijn dorpsgekken en vriendelijke figuren en handige figuren. Maar het is een collectie eigenlijk. Het hangt er maar van af van welke je als het ware gelooft of voedt. Dus er zijn verzwakkende neigingen in je en er zijn versterkende neigingen en er zijn neutrale neigingen. Nou, de neutrale en de versterkende voeden is handig, de verzwakkende niet. Maar dat geldt niet alleen voor van binnen, maar dat geldt ook voor om je heen. En mensen hebben soms iets stevigs nodig, zeker sommige types die maar repeat, repeat, repeat doen, om een keer ergens met een neus tegen de muur aan te lopen, van tot hier en niet verder, misschien dat ze dan een draadje maken. En if they don't, dan heb je jezelf in ieder geval een hele hoop energieverspilling bespaard. You're not gonna save them. Je kunt sowieso niemand redden, maar mensen die een bereidheid hebben, zijn nog te inspireren of te motiveren. Maar als er geen bereidwilligheid is en iemand wil alleen maar in de soep blijven ronddraaien, houdoe. Geldt ook voor jezelf? Yes, exact. Daarom zei ik, dat geldt voor binnen, maar ook voor buiten. Want we vanuit allerlei rare loyaliteitsgevoelens kunnen we, ik heb het duizenden keren gezien bij mensen, allerlei types maar daarbij rond blijven hangen. Want ja, we kennen elkaar al 10 jaar of het is mijn neef of dat doet er niet toe. If it's destructive and negative and weakening, get rid of it. Simpel zat. Het zeggen niet zoveel spirituele leraren, maar ik wel. En daar zeer compassievol overigens. Want wat je anders doet, dan ben je niet iemand aan het helpen, maar aan het enablen. Iedere keer weer een crash landing en dan help je... Het kreng weer overeind, weet je wel.
Oké, yeah, get some money, probeer het nog maar een keer. Ah man, flikker toch op. Na 10 keer is het echt een patroon. Weet je wel? Weg! Zelf uitzoeken. Man up. Dat wou ik toch ook nog maar even zeggen. Dat heel veel mensen dat soort dingen overigens niet doen, komt weer uit dezelfde vrees voor de repercussies, voor de reacties. En oeh, en dan doe ik het misschien niet goed, en wat zal er van mijn gevoel gevonden worden? En ik ben toch verplicht om... Nee. Echt niet. Zoals iemand ooit zei, not a donkey whisperer. Ja, vond ik dan weer grappig, sorry. Dus af en toe een kleine innerlijke en externe voorjaarsschoonmaak. Wat kan er van binnen allemaal weg? Wat kan er in mijn omgeving allemaal weg? Vooral mensen. Geen weerstand. En ja maar. En... Jezus, wat zijn jullie gevorderd, hè? Was er. Nou. Er is ja maar een situatie waar ik gewoon kijk hoe het is om in contact te zijn. Met die situatie weet ik nog geen raad. Nou, hou het dus gewoon heel simpel. Dan zeg je gewoon, ik vind het gewoon heel moeilijk om dit te zeggen, maar ik voel gewoon een soort frustratie. Ik weet niet of ik uit mijn woorden kom. Want dat is precies wat er dan is. Ja, dat klopt. It's easy. Life is easy. Dan zeg je dat gewoon. En dan kijk je vervolgens wat er terugkomt. En de ene zegt dan dit en de ander dat. En de volgende denkt van ja, boeien. En de vierde die zegt, pak een biertje en dan komt het goed. Whatever. Dus hou het zo simpel mogelijk. Vertel dan gewoon de innerlijke wringpartij. Ja, vertel dat dan. Ja, dat is, daar zit ook de kracht in. Ja. Plus, dan is het gewoon eerlijk. Het is niks meer, het is niks minder dan het is. En dan kom je dus ook heel snel achter wie je voor je hebt. Of dat geapprecieerd of begrepen wordt of niet. Ja, zeg maar, dat wordt de laatste tijd volop verkend. Zeg maar. Okay. Ik heb het nu toch over uit aarde weggegaan, maar daar zit de groei mogelijk, zeg maar. Good, good for you. Yes. Dus zo zie je inderdaad, we hadden het over de eerste stap, omdat Jan erover begon. Van, voor iedereen ligt die ergens anders. Jij moet dus meer tevoorschijn komen, dat voel je. Good, good for you. Weet je wel, en een ander die moet misschien eens even een stapje terug doen. Het is maar net, je weet het zelf. Als je de bereidheid hebt om waarheid te zien of te voelen, dan weet je wat nu aan de orde is. En als het over leven gaat, leven is een soort beweging. Het zijn altijd fases, dus niks is voor altijd. Als hij op een gegeven moment het gevoel heeft van hoe het is om zich tot expressie te laten komen, dan zal hij misschien, want wij leren vaak zichtzorgend, een tijdje gaan overdrijven. En dan heb je net zoveel oude hoer als ik. Totdat hij zich dan realiseert van, oh ja, nou schiet ik een beetje door. Mm. En dan ontstaat er een soort balans die voor jou klopt. Yes. Nou, dat hebben ze 45 jaar niet gedaan, dus ik weet niet. Zit er niet meer in. Nee. Maar in één keer voelde ik dat inlichten. Yes. Daar ben ik heel dankbaar voor. Good, great. Dank je wel.
Dat is, nou ja. En het stomme is bij dit soort dingen van, stel je voor hè, dat je kijkt van een afstandje. Dus observeren is eigenlijk van een afstandje kijken naar jezelf. Zoals je naar een ander kijkt. En maak het plastisch of duidelijk. Iemand die staat de hele tijd te hunkeren. Hou van mij, hou van mij. Daar krijg je toch wel van. Of niet dan? Moet je je voorstellen dat er iemand bij jou rondloopt de hele tijd. Mam, hou van mij, bevestig mij nou, please. Ja, dat is prima als je 6 bent, weet je wel. Eye over the ball, tuurlijk, geweldige tekening. Weet je wel, dat kan nog wel. Nou, mooi, ik heb er genoeg van. En tot morgen.